We lagen hier te vissen en op een gegeven moment deden we over de bakboord een enorme ruk. En toen bleek het een gevaarlijk object te zijn in onze ogen. Maar we hebben er foto's van gemaakt, opgestuurd naar de marine. En die hebben ons verteld dat het een enorme zware 4000 ponder was. De locatie waar die gevonden is, was nabij een gasleiding. Dus het is in dit geval noodzakelijk om het explosief te verslepen en dan op een veilige locatie te vernietigen. Ja, op dit moment liggen wij in de buurt van de Dorstbank. Dat is het gebied midden op de Noordzee. Dat is ongeveer 150 kilometer uit de kust van Engeland en ongeveer 300 kilometer uit de kust van Nederland. Het is in dit geval heel bijzonder dat we een 4000 ponder vinden. In mijn carrière bij de marine heb ik nog niet eerder zo'n grote bom gevonden. De schatting is dat er nog duizenden explosieven op de Noordzee te vinden zijn. En er worden ook regelmatig gemeld door met name de visserij, waarna wij de opdracht krijgen om deze explosieven te vernietigen. De bom is gevonden net op het moment dat er een TNO-rapport verscheen over mogelijke gehoorschade voor de bruinvispopulatie in de Noordzee als gevolg van het vernietigen van explosieven. Wij zullen dus ook voorafgaand aan het vernietigen van dit explosief alle maatregelen nemen om de bruinvis te weren van die locatie. Daarbij moeten we denken aan uitzendingen van onze eigen sonar. We hebben een apparaat wat geluidssignalen uitzendt. En als laatste kleine explosies om nogmaals ervoor te zorgen dat de bruinvis weg is van het explosief op het moment dat we dat vernietigen. Wij zijn van de Maritieme Explosieve Opruimingsdienst en we zijn hier aan boord omdat het zo'n zware bom is. 2000 kilo netto explosief gewicht gaan wij op een speciale manier ruimen met een EOD-handeling. Zodat wij de fauna onder water voor 80% minder zullen belasten. Attentie hier de brug. Over een paar seconden zullen wij het contact vernietigen. 5, 4, 3, 2, 1, 8 uur. De operatie is iets anders gelopen dan we van tevoren gedacht hadden. Blijkbaar is bij dit explosief de explosieve lading al uit de bom verdwenen. Maar uiteindelijk missie geslaagd, want de Noordzee is weer een stuk veiliger.